In verband met de Internationale Dag van de Vrouw op 8 maart brengen wij een serie items waarin wij Surinaamse vrouwen met diverse achtergronden belichten. In deze editie hebben wij een gesprek met parlementariër Cheryl Dijksteel, die haar visie geeft over de positie van vrouwen heden ten dagen in de Surinaamse samenleving. Ze stelt met enige trots dat de Surinaamse vrouw over het algemeen vele stappen vooruit heeft gemaakt. We have come a long way. Er is veel groei geweest. Enkele parameters die je kan noemen is dat vrouwen eigenlijk overbevolkt, moet je het zeggen. Er zijn meer vrouwen die naar school gaan, in de schoolbanken blijven, hogere opleidingen doen dan mannen. Dus die kans om jezelf te ontwikkelen is er. Dat is een voordeel, dat is een vooruitgang, dat noem ik een vooruitgang. We zien ook dat vrouwen meer en meer in leiderschapposities komen. Dat is ook een vooruitgang, maar het kan altijd beter. Het gaat vooral niet om hoger op dan de mannen te komen. Want zo, sommige mensen hebben de perceptie dat je denkt, jullie willen meer dan de mannen. Nee, we willen gelijke kansen. En vooral die kansen zijn belangrijk. Dat er gelijke kansen zijn voor de vrouwen om zich te kunnen ontplooien, zich te kunnen ontwikkelen, om het ook beter te hebben in het leven. En ook om een voorbeeld te zijn voor hun kinderen, hun omgeving enzovoorts enzovoorts. Dus misschien is het goed om goed te benadrukken dat we vooral kijken naar, we zetten ons in voor gelijke kansen voor de vrouw. Dijksteel vindt dat bij de herdenking van de Dag van de Vrouw vooral stilgestaan moet worden bij het respect naar vrouwen toe. Dit laat volgens haar nog veel te wensen over. Je ziet uit de verschillende uitspattingen en dat die grondregel, dat fundamentele, dat respect voor de vrouw, dat ontbreekt. Dat mensen ertoe overgaan om bepaalde handelingen te plegen. Laat zien dat men eigenlijk het fundamentele, en dat is respect, dat er niet is. En we moeten onze kinderen leren, en u ziet goed wat ik zeg, u luistert goed wat ik zeg, onze kinderen moeten van kleins af aan, moeten we in de opvoeding, moeten we onze kinderen leren wat respect is voor elkaar en met name respect voor de vrouw. De politica zegt dat het parlement via wetgeving verandering kan brengen in de achtergestelde positie van vrouwen. Maar op haar eigen wijze probeert zij ook een bijdrage hieraan te leveren. Ik heb vaker motivational sessions gehouden. Ik heb vaker jonge dames begeleid. Ik heb vaker met ze gepraat. Weet je, dat, hoe moet je kijken naar het leven? Welke bijdrage kan je leveren? En je moet proberen om te kijken hoe je het beter kan doen. Toch? Het zijn misschien kleine dingen, maar ze hebben een grote impact. DNA-lid Cheryl Dijksteel. De vrouwelijke parlementariërs hebben graag dat er op maandag 8 maart een speciale DNA-vergadering wordt gehouden in verband met de Internationale Dag van de Vrouw.